Ik zie dat je aan. Ik dacht heel eerlijk gezegd, ik geef meteen toe. Ja, goederen legt dit op tafel en ik dacht dat het een armband was. Ja, ja. Maar dat is het niet. En later begreep ik pas wat het wel was. Wat heeft dit te maken met het Belgisch onderzoek dat 1 op de 3 mannen dus last hebben van vroegtijdige zaadlozing? Ja, dat is toch ook wel zo erg, die redactie van jullie, die belt me. Oh, die Belgen, 1 op de 3 heeft last van vroegtijdige zaadlozing. We begrijpen nu waarom jij zo graag bij ons in het programma in Nederland komt. Dus het was echt meteen de grote vrolijkheid. En dat stond inderdaad in alle kranten. En de dag nadien reageerden een heleboel experten, seksuologen en artsen. En zo zeiden, ho, wacht even. Dat bleek een onderzoek te zijn, gesponsord en betaald en georganiseerd door een fabriek. Die medicatie tegen vroegtijdige zaadlozing op de markt brengt. En het is natuurlijk zo, als je dan zegt van ja, perceptiegewijs, als je aan mannen vraagt, zou je wat langer willen volhouden, dat 1 op de 3 zegt, ja, ik zou eigenlijk wel een beetje langer willen. Maar daar, dat is natuurlijk niet echt vroegtijdige zaadlozing. Wanneer is het te vroeg? Nou, medisch gezien zeggen wij, en misschien schrik je daarvan, ik wacht, ga op jouw uitdrukking letten terwijl ik het zeg. Als je zegt tussen de 1 en de 2 minuten tussen de penetratie. Hè, de penetratie en. Ja, ja. Ja. Oké, okay, ik moet niet op jouw uitdrukking letten, ik hoor het. 1 minuut. Ja. Dus eigenlijk als je je boek uittrekt. Ja, maar je moet zeggen, dat gebeurt ook. Er zijn er voor de penetratie. Dan hebben we zeker een duidelijk geval van vroegtijdig. Maar ja, dan spreek je over echt een medisch probleem en echt vroegtijdig. Maar even serieus. Maar natuurlijk, als je als man en als koppel aangeeft, goh, wij zouden wat langer willen, ja, wanneer is dat een probleem? Als je daar echt onnoemelijk veel last van hebt. Vanaf 5 minuten vinden wij het in de wetenschap al normaal. En het gemiddelde zit tussen de 10 en de 15 minuten. Pas op, er is... Jouw gezicht is echt... Er is ook nog een soort voorspel, hè, voor die penetratie en zo. Dus dat tellen dat telt we niet mee. Nee, dat telt dit gaat niet om de daadwerkelijke het zingen in de kerk, zeg maar. Maar het was dus echt grote paniek in België eergisteren. Oeh, al die mannen. En maar toen zeiden ze al die oplossingen. Wat is en dan, dit? En daarom ging het dan ook van, ja, we hebben nu die medicatie en er zijn er zoveel mogelijke oplossingen. Angst is natuurlijk een heel grote oorzaak. Dat je gaat zitten kijken, je denkt, oh, het gaat gebeuren, het gaat te snel. Ja, het gaat te snel. Ja, als je je daarop focust, ja, uiteraard gaat het te snel. Oh, ik voel het. Ja, zie, het voelt te goed. Ja, boem. Het is gebeurd voor je het kan uitspreken. Dus dat is al iets dat je moet leren uitschakelen. Dick herkent het niet, maar ga door. Maar heel vaak heeft het toch iets te maken ook met zelfvertrouwen. En dan spreek ik nogmaals niet over die echt zwaar problematische geval. Maar als je dan gaat kijken wat ze allemaal aanbieden, dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar je moet verdoven. Daarvoor verkopen ze zo'n spray. Ik weet niet of je dat op je lippen durft doen. Op mijn lippen? Ja. Mijn lippen zijn groot genoeg, maar ik weet... We zijn live op tv, ja. Hè? Ja, maar ik weet niet of op jou... Dat is een soort verdovende spray. Dan zeggen ze, oh, je moet het verdoven. Je hebt die sprays, je hebt Emla, dat is een zalf. Die wordt effectief ook gebruikt voor mannen om uit te stellen. Okay. Ja, je moet kijken wat jij gedronken hebt in Kamara City. Ik leg hem gewoon in de vriezer. Maar dit is ook getest op... Die vrouwen moeten er natuurlijk ook tegen kunnen. Ja, voilà. Maar dan om mijn lippen te smeren. Deze lippen zijn niet zo gevoelig. Maar dat is een heel verstandige opmerking van jou, Irene. Ja. Want dan moeten die mannen dat opspuiten met de bedoeling dat ze het langer kunnen volhouden. Maar dan en dan wordt die vrouw ook minder gevoelig. Bovendien... Het is gewoon een soort muggenzalf. Ja, het zou een beetje verdoven. Ik heb geen penis, dus ik heb het nog niet kunnen testen, maar ik...